De Stichting Merwe Radio bestaat 20 jaar en het feest werd gevierd met een speciale uitzending. Op woensdag 7 september kwamen de medewerkers van het eerste uur naar de studio om het programma mee te presenteren. Wij laten u een impressie zien van deze avond met leuke anekdotes uit het verleden. We snappen het. Dit is uw lokale omroep Radio Sliedrecht met muziek en informatie op 105.4. Zo klonk dat toen dus. Hey, weet je hoe tegenwoordig klinkt? Mag ik het geluid nog één keer horen? Merwe Radio, de grootste lokale omroep van de Alblasserwaard. Merwe Radio. Oh, doe dat zo. 105.4. Ja, zo. Nou, ja, maatje. Goh, en daar zitten we al 20 jaar, hè? 105.4 de web. Ja, dat verandert gelukkig nooit. Nee, dat is altijd al. Kijk mensen, tegenover mij als u meekijkt in Sliedrecht en in Haringsveld. Ja, net sinds, zo makkelijk. Sinds ja. kort, hè? Sinds vandaag, begrepen wij. Ze hebben rechtstreeks direct mij. Ja, we hebben elkaar geknapt. Ook daar kan dat. Ja. René Kwadraat werden zij vroeger genoemd, hè? Nou, het is zelfs tot de vierde geweest, hoor. Ja? Ja, ja. Ja. Er is zelf nog een René Verwijngaarde geweest en mijn zoon. We hebben een tijdje in de boeken gestaan, René tot de vierde. René tot de vierde, dat is ongelooflijk. Ja. Mensen, hebben jullie anekdotes, dingen waarvan je zegt van joh, ja. Ja, ja, ik heb geen anekdote, maar wacht voor de taco komt, die doen we straks iets. Ja, maar de taco gaat ook een lekker stukje presenteren, hoop ik zo. Hè? Ja, als het goed is, is goed is wel. Oh, nee. Alleen ik hoor hem niet. Kijk, ik zit hier voor de er zitten zoveel schuifjes op. Ja, ik kan er nou wel toe. We hadden het afgesproken, René. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, ze denken technisch probleem. Jij praat altijd zo hard. Jij bent ook zonder de microfoon geluid. En duidelijk, SJ5 komt op hier binnen natuurlijk. Kijk, dat zijn dingen waar ik wel iets mee kan, zeg maar. Hè? Net zo makkelijk. Maar goed, de hoogte die we hebben is... we hebben hier aan de overkant van de studio nog een uitgaansgelegenheid. En dat trad in de tijd, eigenlijk 4 weken trad er een band op, of 2 een dame en een heer, altijd in Karin uit ergens uit Brabant. En die ooit eens een keer beloofd aan ons van, als we ooit eens een keer een nieuwe cd uit gaan brengen, mag je naar de opname komen in de studio's ergens in Weertekant. Ja. Dus zo gezegd, zo gedaan, René en ik zijn ooit een keer daar naartoe gegaan op een maandagavond. Ja. Het is een aardig randje rijden natuurlijk, we waren er erg laat, we hebben daar een uurtje naar zitten kijken hoe ze het allemaal deden. Echt hartstikke leuk. Ja. Totdat we zeiden van nou, het wordt wel tijd dat we weer naar huis gaan, want het is weer 1,5 uur rijden. Ja. Nou, ze had heel even wachten, ik moet nog 1 nummer opnemen. Ja. En als dat klaar is, dan mag je naar huis toe. Dus wij waren heel verwonderd van wat is dat en wat kwam daar. Daar werd ter plekke voor ons het Merwe Radio lied ingemixt in alle versies die er waren, die te verzinnen zijn. En dat wisten jullie niet? Wisten wij helemaal niet. En wij vonden het heel frappant van hoe wisten ze zoveel items die dus in het stuk verwerkt waren. Maar ze hebben hier aan de kroeg, aan de overkant, contact opgenomen om allerlei dingen te weten te komen. Zodat ze dat in de tekst konden verwerken. Okay. Ja, dus toen is het Merwe Radio lied daar live waar wij toen erbij waren, is dat opgenomen. Dus volgens mij hebben we dat stand-by staan, niet? Nee. Dat is wel de dooddoener van de dag. Dan moet je even kijken, want we hebben hem al een keer gedraaid vandaag. Nou, maakt niet uit. Maakt niet uit, iedereen kent het. Ja. En wil je 2 keer horen? Nou, gewoon bellen. Nou, ik ga het niet langs. Ik weet wel, René, dat vroeger toen wij net begonnen, hè, dat af en toe dan... Chris en ik, we woonden redelijk dicht bij de studio. En af en toe dan dachten we, nou ja, het functioneert niet. Dat was opeens weer stil. Dan, dat was nog de tijd dat wij met soldeerbouten al naar de studio konden togen. Zonder dat we de René Kwadraat in het, tot de 6e macht in moesten lichten. Konden we zelf solderen. Ja, maar dat was vrij snel afgelopen. Ja. Nou, we hebben van alles meegemaakt op technisch gebied. Dus ook mooie dingen, maar ook wat minder mooie dingen. Veel dalen. Nou goed, ze zitten er toch netjes bij nu. En dus, ik moet zeggen jongens, echt, ik heb er veel gezien omroepen, maar dit is wel top. Ja, nou, helemaal goed. Goed, wij daar aankomen en meteen natuurlijk naar de sporthal, nieuwsgierig. En we maakten daar kennis met de beheerder van de sporthal. René, wat kan je nog van die man herinneren? Ja, dat was volgens mij een hele zenuwachtige man die het vooral niet begreep, zeg maar. Wij kwamen uitleggen dat we een telefoonlijn nodig hadden. En toen die man echt alles overhoop had gehaald en helemaal van slag was, is die bijna huilend weggegaan, zeg maar. En toen heb ik op de boel maar zelf in onderhanden genomen. En toen hebben we daarna veel vijven en zessen daar toch een verbinding naar stand kunnen brengen. Ik kan me nog herinneren dat die man dus überhaupt niet wilde meewerken. Nee. Want het was allemaal lastig. En hij had wat dat betreft werk genoeg en genoeg aan zijn hoofd en niks. Wij liepen de zaal vervolgens in en daar werd gewerkt voor de eerste keer, het zal de eerste keer worden in ieder geval, aan een soort van PowerPoint presentatie. En daar zaten een mannetje 5-6 Oostenrijkers badend in het zweet en min of meer wanhopig rondkijkend van hoe krijgen we dit überhaupt aan de praat.
En ik zie René al vanaf een afstand een beetje zo huppelen van jongens, kom op. Dus René zei heel vriendelijk in zijn beste Duits, darf ich mal. En binnen 10 minuten draaide het hele spul. En de rode loper werd voor ons uitgelegd. En jongens, werd er tegen ons gezegd, als jullie iets, als wij iets voor jullie kunnen doen, zeg het maar. Nou, dat kan dus. Graag een internet. Spreek die nosse grote meneer daar met dat grijze haar even aan. En zeg even of dat er een ISDN-lijn gebruikt kon worden. Ja. Nou, die man die wist dus eigenlijk niet hoe zijn eigen kantoor in elkaar zat. Dus we mochten zo waar in het Heilige der Heiligen komen. En ik zie nog René zeggen, kijk, daar in het midden, dat is nou een ISDN-lijn. Wat wil je horen? Een leuke anekdote, Martin. Een leuke anekdote van vroeger? Iets van de sport of wat jij meegemaakt hebt. Ja, dat is we hadden het er net over, van hoe ben je erbij gekomen? Ja, hoe ben jij erbij gekomen? Hoe ben ik erbij gekomen? Ja. Nou, dat vragen wij ons nog steeds af. En hoe ben je weggegaan? Nou, dat was heel simpel. Gewoon de schuif dicht houden en klaar. Nee, ik ben erbij gekomen door middel van Wim van Maurik. Ja. En die deed voetbalverslaggeving. Ja. En toen was ik nog een iets jonger mannetje dan ik nu ben. Ja. Nog jonger. Ja. En toen daar hielp ik hem mee. Ja. Met kabeltje uitleggen en een beetje meekijken. En op een gegeven moment zei Wim van Maurik van, joh, ik word elftalleider van de VV Sliedrecht. En toen op een gegeven moment hadden ze dus iemand nodig. Toen heb ik het overgenomen. En zodoende ben ik erbij begonnen. Mijn eerste wedstrijd, CVV uit. Ja. En Sliedrecht won met 3-1. Zo. En het ging van, de bal gaat nu naar... Met een boekje. Had hij een schriftje naast hem. Ja, ik zat er altijd naast. Hallo, ik ben Vincent. Ja. Hij had een schriftje. Dus altijd nummer 1 was dat. Dat was de keeper dan. Heet toch? Ja. En de rest had hij erop geschreven. Zo. Ja, ik was er trouwens zo is hij ook erbij gekomen. Dankzij jou. Nee, ik bracht het setje terug. En toen kwam hij in de studio. Ja. En toen vond hij het zo leuk dat hij gebleven is. Dus ja, dankzij mij staat jullie met hem opgeschreven. Dat kwam omdat er zoveel bierflesjes op een rijtje stonden. Ik denk zo, dat is mijn leven. Ik denk, hier wil ik wezen. Maar dat was vroeger, hè? Ja, maar in eerste instantie werden we buiten de deur gehouden. Ja, dat kan ik me niet meer voorstellen. Maar dat hield geen langstand. En nou nog steeds. Nee, we komen nog steeds binnen. Je kan zwaaien. Oh, dat is super, joh. Ja. Jongens, we zijn er weer. Hoor. Oh, we zijn er. Welkom. Goed. Live te bezichtigen op Merwe TV, hè? Hallo, luisteraars. Ja. Nou, draai even die kant op. En waar zit dat ding? Even kijken. Ja, daar. Daar. Daar zijn we klaar mee. Maar deel 2, wat... Ja, nee, gaat verder. Oh, deel 2. Nou, Vincent is techniek gaan doen. Ja. Waarbij? Bij het verhaal? Nee, hebben ze eerst getracht alles erin te stampen, te leren. Een sportprogramma is dat dus. Ja, ook, hè? Ja, ik kreeg een cursus toe van René Vink. Oh ja, dat is waar. Ja. Want er was te weinig technici en praten over de radio vond ik maar niks. Want dat vond ik eng. En nog steeds, eigenlijk. Ja. Maar om een lang verhaal kort te maken. Dus kregen we cursus. En toen kreeg ik eerst 1 uurtje. En toen op een gegeven moment 12 uurtjes. Dat ging heel snel, ging dat. Want zo weinig techneuten hadden we hier. En toen kreeg ik op een gegeven moment sporttechnieken. Dat weet ik nog wel, sporttechniek. Ja. Ja. Met Wim van Maurik, heel gezellig altijd. Een lekkere programma om mee in te mixen, Hans, was dat vroeger. Ja. Dat was echt, dit is simpel, noemen we dat, wat René nou doet. Een beetje knopjes drukken. Starten en schuifjes open doen, maar sporttechniek, jongen. Nou, daar was je vergevorderd. Dat was je eigenlijk was je de man van de man, was je gewoon. Nou, dat was wel de doop. Als je dat kon doen, dan was je een goede techniek. Ja. En anders, vandaar dat René nog nooit achter de knoppen vroeger heb gezeten bij sport. Ik kan je nog verder vertellen. Ik heb 5 jaar de sport gedaan nog in de oude studio. Zondagmiddag van 2 tot 5. En als je mij vraagt wat is een buitenspel, geen flauw idee. Ik wist niet waar ik het over had, echt niet. Maar ik heb het 5 jaar volgehouden, niet met het woord gewerkt. Weet je wel wat de spel is voor korfbal dan? Is dat maar water iets? Hey, maar hij zegt van we gingen altijd over seks en het ging altijd over drank en het ging altijd over wijven en het ging altijd over dat. Maar we hebben ook een keer iets heel serieus gedaan. Inderdaad, dat was op een donderdagavond. Nee. Jawel. Ja, ook dat was ook serieus, maar ik bedoel bij partytime. Met partytime? Ja. Weet je nog dat wij toen een telefoontje kregen? Van iemand die vroeg of wij een plaatje wilden draaien voor iemand die dag toen was overleden. Ja, klopt ja. Ja, toen was gelijk een omslag in het programma. Dat was toen, we hadden een plaatje hadden we gedraaid. Gewoon ons standaard plaatje, zeg maar. En daarna was het even stil. En toen had ik het woord genomen dat wij ook serieus konden zijn. En er was iemand overleden en daar hadden we daar een plaatje voor gedraaid. En dat plaatje was ook heel rustig. Het was een vriend van Clouseau.
Niet Ketelkamp. Nee, afscheid van een vriend. Oh. En daarna, toen de volgende dag, kregen we ook daar complimenten over. Een keer niet van, oh, we gingen met de hele bla bla. Hey, het is goed dat hij dat... En toen dus, was het echt zo van, het goede heel goed wat jullie deden. Het goede heeft hij onthouden. Ja. Ja, het slechte, dat vergeten we altijd. En dat hebben we getracht uit te breiden naar de donderdagavond. Niet alleen met begrafenismuziek en zo, maar... Gewoon met serieuze problemen. Nee, we hebben ook serieus over. Nou, over SOA's en zo. Hou het even in de gaten. Hè. Zelfs vanuit Rotterdam zitten ze nu mee te kijken. Dat geeft niet. Internet is wereldwijd. Wij vinden Rotterdam al ver genoeg. Maar goed, je zou het moeten fietsen. Maar dat was toen wel ook wel grappig. Want er zijn nog een keer aan een paranormale beurs geweest. Ook nog, wat voor een beurs? Paranormale beurs. Van tevoren horloges wisselen, alles wat van elkaar was, om te testen of het waar was wat ze deden. En het was niet waar. Ik had nu volgens mij al minister-president moeten worden, als ze mijn horloge hadden. Het was zijn horloge, maar dat maakt niet uit. En ik ben minister-president. Het is mijn bijbaantje. Hey, ik zie dat we nog 55 seconden op onze tellertje hebben. Dan gaan we weer Vroeger klikken we dat gewoon weg, dan kon je doordraaien. Zou we het nou ook gewoon doen, gewoon wegklikken. U keek weer naar een nieuwe aflevering van Actueel. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.